Ik was in 1940, woonden we in Huizen, in het Gooi. En mijn vader was niet aanwezig, want die zat aan de grens. Dat zijn langs de grens zaten grensbataljons ter bewaking. En dat was in de omgeving van Winterswijk. 11 mei was ik jarig. En ik keek uit het zolderraam en er vielen twee Stuka's, vielen de zendmasten aan die in de Meen stonden in Huizen. Tegenover woonde een slager en die man die was ook gemobiliseerd. Want alles werd opgeroepen om dienst te doen in 1940. Wij woonden in Geldermalsen. Mijn vader was bij de spoorwegen en we woonden dicht bij het station. En in een echt een spoorwoning voor twee gezinnen. En daarnaast was een bosje. En daar militairen die waren daar, hadden daar een mitrailleur staan. 10 mei werden we wakker en allemaal vliegtuigen in de lucht. En die militairen naast ons huis die schoten op die vliegtuigen. En wij als kinderen stonden gewoon te juichen als er eentje neergeschoten was. En, maar wij hadden geen idee dat het gevaarlijk was. En na verloop van enkele dagen moesten we evacueren. Want mijn vader was dus bij de spoorwegen en die moest zo lang mogelijk blijven. Want de brug over de Linge moest opgeblazen worden. En daarna kon, en wij werden met luxe auto's, er waren niet zoveel luxe auto's toen, werden wij, er woonde nog een gezin naast ons en nou, dat werd een beetje met elkaar verzameld en we zaten niet bij onze eigen moeder en onze vader, die moest thuis blijven. Toen werden we geëvacueerd naar Gouda en daar werden we ondergebracht in scholen. Waar allemaal stro in gebracht was, waar we konden slapen. Later werden we nog weer verder geëvacueerd, moesten we naar Alphen aan de Rijn. En daar werden we ingekwartierd. En wij kwamen ongelukkigerwijs kwamen we bij een NSB'er terecht. En maar mijn moeder was nogal fel, dus die vond dat helemaal niet leuk. Toen op een gegeven moment lopen we in Alphen aan de Rijn, komen we mijn vader tegen, want die was op zoek naar ons. Dus zo vonden we mijn vader weer terug. Tegen het eind van de oorlog, toen in 1944, toen deed mijn vader mee aan de spoorwegstaking. En toen zijn wij ondergedoken met het hele gezin. Maar mijn ouders hadden ook een Jodinnetje in huis. En die is in 1944 bij ons gekomen. En die is met ons ook ondergedoken in Asperen. Daar was een ruimte van 4 bij 4 meter. En daar stond een tweepersoonsbed. En een divan, daar sliep mijn oudste broer op. En 's avonds werden er twee grote fauteuils tegen elkaar geschoven. Daar sliep dat Jodinnetje op. En ik lag met mijn jongste broer tussen de drukmachines. Want er was een klein drukkerijtje daar beneden. En daar sliepen wij. In die periode hebben we ook 2 keer een razzia gehad. Kunt u wat meer over de razzia vertellen, hoe dat ging? Nou, mijn oudste broer die was tijdens de oorlog op de grafische school in Utrecht. En waar wij dus ondergedoken waren, dat was een winkeltje, dat was een boekwinkeltje en annex bibliotheek, daar hielp ik meestal in. Maar dat waren vrienden van ons die dat drukkerijtje hadden. En dat werd dus zogenaamd voor de Duitsers ook gedrukt, maar ook voor de ondergrondse. En mijn broer hielp dus in dat drukkerijtje.
En toen was er een keer iemand die kwam op bezoek. Dat was geen bekende. Nou ja, je drinkt er meestal niet direct het ergste van. Maar toen hebben wij op een gegeven moment plotseling een razzia gehad. En toen bleek dat er iemand was die ons verraden had. Het was een huis met twee daken, zeg maar. Gespleten zolders. En hij kon aan de voorste zolder, hij kon daar gelukkig komen. En ze waren dus op zoek naar mijn broer. En die hebben ze dus niet kunnen vinden. En dat was de eerste razzia. En later hebben ze dus een algehele razzia voor mannen gehouden. Toen is mijn vader ook nog opgepakt, maar die was dan boven de leeftijd. Die werden dan in een garage verzameld. Dan mochten wij komen om eten te brengen en zo. Maar die is later toch weer thuisgekomen, dus die is mee. Maar mijn broer, vanaf dat die eerste razzia, die sliep geen nacht meer thuis. Want je moest 's avonds om 8 uur al binnen zijn. En dus dan ging die overal in de buurt van die kende, daar sliep die dan. En u kon gewoon naar school gaan? Ja, maar wel alle gebouwen gezien in Bussum en die open waren. Want er was om de havenklap werd het gebouw van de school van de Milo werd gerecureerd om Duitsers in te liggen. Als ze dan langs kwamen marcheren, dan bleven ze overnacht in de school bijvoorbeeld. Dan moesten wij weer ergens anders in een gebouw in Bussum. Of een andere school of een ander kantoorgebouw. Nou, je weet het nog wel dat Hitler jarig was. Hoe je op school moest. Op school? Ja. Ook dat? Ja. Nou, ik ging in Bussum op school. En op een gegeven moment was een van die kornuiten was jarig. En er moest de Duitse vlag uitgehangen worden op de openbare gebouwen. Maar ik ging altijd de achteringang in, want ik was op de fiets. Ik kwam van Huizen naar Bussum op de fietsers. 5 kilometer fietsen. Hè. Dus ik dacht, maar we moesten allemaal de hoofdingang onder die vlag door. Dat was de bedoeling, maar dat deed ik niet. Ik ging gewoon met de fiets naar de fietsenstalling achterom in de Milo. En daar hebben we straf voor gekregen van de ortscommandantuur van Bussum. Ik weet niet meer waaruit dat bestond, maar ik weet wel dat we van de Duitsers kwamen dan op school om onze straf uit te delen. Want ik was niet alleen, er waren nog meerdere mensen, jongens en meisjes, die straf kregen. Want mijn vader was beroepsmilitair en die werden ontslagen als het ware, toen de tijd. En later heeft hij op het distributiekantoor gezeten. En hoe ging dat? Nou, ik denk dat hij gevraagd werd. Ik denk dat hoor. Want dan hebben ze dan meteen iemand die vertrouwd is met en bonnen kan leveren voor de ondergrondse. Want er was natuurlijk op een gegeven moment deden ze zogenaamd een overval op het distributiekantoor om bonnen te gappen. En van tevoren zeiden ze tegen mijn vader van, we zetten jou in de kast zolang. Je moet het zogenaamd het spel meespelen. Ja. Ze hadden een betrouwbaar persoon aan, hè, om bonnen te gappen. Te organiseren. Voor de onderduikers. Voor de onderduikers, voor het verzet. En hoe was dat toen de bevrijding kwam? Hoe ging dat? Nou, er kwamen Canadezen in zo'n weaponcarrier langs. Die vlogen door huizen heen. Er was eigenlijk niet veel aan te zien. Maar ik kan me nog herinneren dat ze blauw van de kou waren. En dat de mensen nog nooit zo hoog gesprongen zijn als toen de tijd. Van vreugde. Meters omhoog. Ja. U overdreven. Ook? Nou, ik heb het wel geconstateerd. Ik weet niet of ik zelf ook zo enthousiast was, hoor. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk heel indrukwekkend, dat in ieder geval. Ja, we waren blij dat we weer vrij waren. En er was iemand die had een trompet. En dat was al de bevrijding, zeg maar, 5 mei. En die speelde dan het volkslied van Engeland. En
was indrukwekkend. Ja, iedereen was blij. En die, hoe heet het, de bevrijders, die werden, hingen ze om de nek. En nou, die zijn platgedrukt, zo van. Ja, echt. Dat moet je meegemaakt hebben. Wil ik ook nog iets vertellen over het Jodinnetje wat wij in huis hebben gehad. Haar dochter hebben wij nog steeds contact mee, want die woont in Amerika. En zij is na de oorlog zij was de enige van het gezin die over was. En zij is met haar tante, die uit een concentratiekamp kwam, is ze naar Amerika geëmigreerd. Mijn ouders zijn vorig jaar in november nog gedecoreerd voordat ze dat Jodinnetje in huis hadden. En dat hebben wij in ontvangst genomen. Mooi. Ja, dat was in november. November, hè, ja. Kregen we in de synagoge in Amsterdam uitgereikt. En ja, dat was een hele eer.